overhandig ik de bijdrage uit het coöperatiefonds van de Rabobank. Ja. Een bijdrage voor de werkschuren, voor het schatje van Dick Trom. Ja, oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, ik zou zeggen, enorm bedankt. Ja. Geweldig. Nou, we zijn er heel blij mee en het maakt het mogelijk dat wij het nu kunnen realiseren. Ja. Dus. U heeft zojuist een cheque ontvangen van de Rabobank. Waar is die voor? Die is bestemd om een uitbreiding van ons schooltje te maken. Wij gaan namelijk een dependance bouwen. En daar is aardig wat geld mee gemoeid. En we hebben een grote subsidie van de provincie gekregen. En met deze bijdrage van de Rabobank zijn we uiteraard ook zeer vereerd. Want dat maakt het mogelijk om ons gebouw te voltooien. Maar u heeft een werkschuur, die voldoet niet meer? Nee, die schuur is tijdelijk gebouwd en bestaat uit een bouwketen en wat aanbouwsels. En die is niet voor permanent gebruik bestemd eigenlijk. Nu gaan de vrijwilligers aan het werk. Waar gaan ze mee beginnen? Ze gaan beginnen om het oude gebouw zeg maar geheel te ontruimen. Dat betekent dat alle verzamelingen die we daar hebben, die worden allemaal in het schooltje opgeslagen. En het schooltje gaat ook een aantal weken dicht en is dus niet voor bezoek beschikbaar. En als het gebouw helemaal leeg is, dan wordt het volgende week gesloopt. Wanneer is voorzien dat alles weer in bedrijf gaat? Zo, rond de kerstdagen dan gaan we weer open met het nieuwe bijgebouw. En dan gaan we weer alles laten zien. Zijn we trots op. Dat kan allemaal net voor de kerstdagen. We zijn hier de prefab panelen aan het maken in hout skeletbouw. Voor zoals genoemd het schooltje van Dick Trom. Vorige week zijn we begonnen. En we hopen deze week hopen we klaar te zijn. En dan mag het op transport en dan gaan we daar opbouwen. We staan nu bij een wand. Zoals je kan zien is het regelwerk, dus het constructieve. Dat zit eronder, dat kunnen we niet zo goed zien. En dan is er een damp open folie aangebracht met tengels eroverheen. Zodat de gevelbekleding die er later nog opkomt, dat die kan ventileren. Dus dat zien we hier eigenlijk aan de wand. Net zo breed genoeg dat we het ongeveer met de hand kunnen verschuiven en hoog genoeg dat die wel op transport kan. Hoe groot wordt de schuur? 5 op 12. En dat gaat op een dieplegger? Ja, op een dieplegger. We moeten even kijken met de hoogte. Soms moet het een verlaagde dieplegger zijn als de wanden hoger worden, zodat ze je maximale hoogte, dat je niet hoger gaat, zeg maar. Het plaatsen, dat doen we in 1 week. En dan zit zeg maar de fundering. Licht, de wanden staan en het dak zit erop, inclusief folie. En dan dat is in 1 week. En dan de volgende week gaan we met de pannen bezig en de kozijnen. En dan komt ook de installateur en de loodgieter, die gaan er dan in, zeg maar. En dan die week erop gaan we afwerken. Dus voor 23 december is het wel klaar? Dat is wel de bedoeling, ja. Willem, jij bent van Stadsherstel. Wat is jouw rol hierin? Stadsherstel Amsterdam is de eigenaar van het schooltje van Dick Trom. En wij verhuren het aan de stichting Het Schooltje van Dick Trom, die het museum hanteert. En zij hebben ons gevraagd om te helpen bij de bouw van een schuur die zij als soort workshopruimte willen gebruiken. En daar zijn wij nu mee bezig en we zijn nu op de locatie om te kijken of het allemaal gaat zoals we het hadden afgesproken. En gaat het naar wens? Voor zover ik het kan zien gaat het hartstikke goed. Ik ben blij dat het allemaal voor goede gaat en dat het eind van de week allemaal klaar is. Heb je ook nog een rol gespeeld met de subsidie voor de school? Deze keer niet. Normaal gesproken doen we het wel. Nee, de stichting heeft dat allemaal zelf voor elkaar gekregen. Ze hebben via de provincie is er een bedrag binnengekomen. Via IMCO en via de Rabobank. En het geld tezamen zorgt dat het gerealiseerd kan gaan worden.
het binnenwerk moet nog verder afgemaakt worden. Je hebt gezien dat we hebben al vloerbedekking, die was vandaag helemaal mooi afgedekt om alle spullen terug te verhuizen. Maar dan moet nog wel geschilderd worden en dan moet nog een hele kastenwand gemaakt worden voor onze schenkingen die we graag permanent tentoon willen stellen. De bovenverdieping, daar moet nog vloerbedekking komen. Nou, moet nog een en ander aan timmerwerk worden afgewerkt, zoals de trap die moet worden afgebouwd. Kortom, nog flink wat werk aan de winkel voor de vrijwilligers. En ze hebben daar volop de tijd voor, want we gaan deze werkschuur gaan we openen de vrijdag voor Pasen. Het is nu nog een beetje rommelig, maar morgen en overmorgen komt er een schoonmaakploeg. Gaan we het museumschooltje weer helemaal piekfijn in orde maken. En vanaf 23 december dus, zijn we weer geopend voor publiek op de gewone tijden van 11 tot 16 uur. En we zijn met kerstmis, dus alle feestdagen en ook op woensdag en vrijdag in de kerstvakantie zijn we open. Met kerstmis is een heel bijzondere dag, want dan gaat Thea de Hilster gaat kerstverhalen vertellen om 1 uur en om 2 uur. Dus dat wordt een hele leuke kerstsfeer rond de kerstboom die we hier ook hebben. Samen liedjes zingen rond de kerstboom is ook heel erg leuk. Dus welkom allemaal.